Een goede morgen, beste deelnemer van dit webinar. Ik ga eens even kijken of er op dit moment mogelijk is, tenminste voor mij, om even een ander beeld op het scherm te toveren. Even kijken of we een beter beeld naar voren kunnen laten komen. Even kijken, ga ik meteen even zo doen. Niet meteen alle posities weggeven. We gaan vandaag een leuk webinar houden. Even kijken, de beurs doet het goed. Bijna een procentje in de plus. 666 punten. Hey, die heb ik heel vaak tegengekomen de laatste tijd. We gaan niet omhoog, gaan niet omlaag. Tenminste, vandaag gaan we natuurlijk iets omhoog. En ik zou eigenlijk even aan de deelnemers, aan een van de mensen in de attendees, in de participants willen vragen of je even in de chat wil aangeven of ik op dit moment ook goed te verstaan ben. Heb je beeld? Heb je geluid? Ben ik niet alleen maar tegen mijn camera aan het praten en tegen de microfoon aan het praten, maar kun je mij ook horen? En zie je ook op dit moment de AEX Real Time Live. Even kijken. Wil je dat doen? Als je dat trouwens gaat naar de chat. Hè, kun je misschien eventjes naar To Everyone posten. Ik zie het dan ook in ieder geval. En dan zien andere mensen dat ook. Als het goed is. Even kijken. Ik ga zelf even naar de participants toe. Want ondertussen ga ik even kijken naar of Peter in de house is. We gaan vandaag namelijk een dubbele sessie doen. En Peter en ik gaan een presentatie verzorgen over onze beide systemen. Ik zie nog even niets in de chat. Zou iemand even willen reageren en of ik daadwerkelijk te verstaan ben? Want anders moet ik even naar mijn instellingen gaan kijken. Even kijken, ik zie in ieder geval Peter zijn hand omhoog gestoken heeft in de lijst. Hartstikke fijn, Peter. Ga je meteen promoten to panelist. En als je dan zover bent, dan kan ik je ook co-host maken. Ik zie dat een aantal mensen zijn die ik allemaal ken. Ik zie dat Willem er is en Claire is er ook. Dimitri is erbij. Ger is er ook bij en Gerald. En Jack is erbij. We hebben elkaar ook allemaal afgelopen tijd nog aan de lijn gehad. Ik zie dat Goedemorgen. Hey. Peter, goedemorgen. Even kijken. Ik zag dat de chat disabled is. Misschien moet je een instelling even aanpassen. Hoppadoi. Hey, ja, nou, dat is even een itempje. Ja. Chats. Als ik dat eens even zo doe, zou dat dan een optie zijn? Nu lukt het volgens mij wel. Ik zal even eens testen. Hé, hey, ja, nu ja. Wel, zegt Frank. En Peter zegt ook test. Ja, ja hé, hey, potverdorie. Ik denk dat Harm even een kleine aanpassing heeft gemaakt. Dus dan raken we meteen half in de paniek, Peter. Maar ja, uiteindelijk wordt het opgelost, dat zien we ook wel weer. Eens even kijken. Nou, beeld en geluid zijn allemaal goed. Dat is goed te horen. Fijn ook, Peter, dat jij er bent. Ik wou nog even 1 minuutje van jouw tijd afsnoepen om een kleine preview op de AX te geven. We kijken hier op dit moment naar de AEX Live, 666 punten. Maar ik kijk toch ook liever graag naar een wat uitvergroot beeld. Hè. Dan ga ik naar de year-to-date. Dat staat voor de Griekse IDTD. Year-to-date betekent vanaf 1 januari. Nou, 1 januari was een feestdag, hè, was een zaterdag. Dus we zijn dit jaar gestart op maandag 3 januari. En schrik niet, beste mensen, we stonden op 803 punten. Dus zo'n beetje 140 punten hoger dan dat we nu staan. En als we nog iets meer uitzoomen naar het afgelopen jaar, en dan zul je eigenlijk zien dat we hier een bepaald patroon zichtbaar is geworden, wat geen goed nieuws is voor de gemiddelde belegger. We zien hier een kop-schouderformatie voor de technische analisten onder ons. Dit is het hoofd, oftewel de kop. Hier aan de linkerkant zie je de linkerschouder. Hier aan de rechterkant zie je de rechterschouder. Dus dan ga ik van links de linkerschouder naar het hoofd in het midden en de rechterschouder. En je ziet hier dat achteraf gezien deze kop die werd neergezet ergens half november. En ik heb daar de stand van 829 zien staan, bijna 830 punten. En zo'n kopschouderformatie betekent eigenlijk dat er de grootste kans is dat de vervolglijnen in deze grafiek, dat die neerwaarts zijn. En dan zie je hier ook al staan, we zien hier een heel mooi patroon van lagere toppen en lagere bodems ontstaan. En we dachten eigenlijk dat hier in maart zo'n beetje de paniekbodem wel neergezet werd. Toen heb ik daar 656 of 657 punten zien staan. En dat werd voor een stukje ook wel bevestigd, want hier werd eerst een hogere bodem gevormd.
Toen dachten we, hey, dat zou eigenlijk best wel een doorbraak kunnen zijn van dit negatieve trendkanaal. Maar we zien hier dan toch eigenlijk in juni dat we wederom een lagere bodem neergezet hebben. Oftewel, volgens mij, Peter, maar ik ben ook benieuwd naar jouw visie. Volgens mij zijn we nog steeds bezig lekker neerwaarts te gaan. En ik maak er heel weinig vrienden mee als ik dat zeg. Maar dat betekent dus ook wel dat je bij aandelen op de AEX niet zoveel te zoeken hebt. En dat we dus eigenlijk eens moeten kijken of het systeem van Peter of het systeem van mij, of dat wat meer soelaas aan het bieden is. Maar Peter, eerst even jouw visie even op de AEX voordat ik jou naar de presentatie ga boodsen. We zitten gewoon nog in een downtrend inderdaad. Het zou kunnen zijn dat nu de AEX, als ik zo kijk, nog even, ja, misschien een paar weken een beetje zijwaarts gaat trappelen. Voorspellen is natuurlijk moeilijk, maar ik sluit niet uit. Ook als ik naar de S&P kijk bijvoorbeeld, hetzelfde soort patroon, ja, dat die nog misschien wel 10-15% verder kan dalen voordat we echt een bodem hebben gezien. En als je kijkt naar alle nieuws, inflatie en dat soort dingen, ja, daar worden beleggers ook allemaal niet vrolijk van. Je ziet olie natuurlijk dalen. Hè. Olie deed het heel goed tot voor kort. Energie in het algemeen gaat ook allemaal omlaag. Dus we zijn nog niet boven, we hebben het lek nog niet boven, zeggen ze dan. Nee, dat vrees ik ook. Nou ja, goed, uiteindelijk kunnen we niet lager gaan dan nul. Dus dat is een heel groot voordeel. We weten precies wat het nulpunt is op de AEX-index. Maar daar, ik ga er ook vanuit dat niet bereikt gaat worden. Even kijken, ik zie hier in de chat trouwens dat één iemand nog zegt. Frank zegt, ik heb een zwart beeld. Misschien dat je dan even jou dat opnieuw op moet starten, Frank. Want ik zie dat heel veel andere mensen zeggen dat het allemaal in orde is. En Tom zegt ook, goedemiddag Menko en Allen. En Theo zegt ook, goedemiddag Menko. Menko is in town en gaat zijn rendement weer binnen gaan halen, hengelen. Ja, Menko, inderdaad. Theo, maar we gaan eerst naar Peter luisteren voordat we om 4:01 vanmiddag een flesje wijn opentrekken. We moeten eerst nog eventjes geduld hebben. En Tom zegt ook, nemen jullie ook de vorderingen in de markt mee om voorspellingen te doen? Oei, Peter, gaan we voorspellingen doen? Dan ga ik even die vraag aan jou neerleggen. Nee, voorspellingen daar waag ik me niet aan. Ja, kijk, je moet natuurlijk wel... Je moet wel een visie hebben natuurlijk, hè, bij posities die je inneemt. Alleen, ja, je moet eigenlijk altijd bij elke positie uitgaan van wat is het meest negatieve scenario. En je risico's managen. Goed, ik zal straks even aan het eind laten zien dat ik een keer mijn regels niet heb gevolgd. En dat had meteen mindere consequenties. Peter, dat is een hele goede aanleiding. Ik ga eens even... mijn scherm stoppen met delen. We hebben nu ons voor introductiewerk gedaan. Als het goed is, kun jij nu uploaden. Zal ik even trouwens ook mijn naam anders maken, hè? Want anders denkt iedereen dat ik arm ben. Hup, Menko staat erbij. Peter, al in beeld. Hij is alweer in beeld. Gaat beter dan de vorige keer, oké. Okay. Ja, mag ik nog even aan alle deelnemers melden... dat dit webinar wordt opgenomen. Als je gaat kijken naar de website van Harm van Wijk, naar mijn.belegger.com, naar het kopje agenda, daar zal Harm met een uurtje of anderhalf, twee, drie, zal ik deze opname daar plaatsen. Dus dan kun je er altijd nog terugkijken. Maar Peter is nu in de house, ik ben zelf in de house. Peter gaat het eerste half uurtje voor zijn rekening nemen, ik het tweede half uurtje. Maak van deze gelegenheid ook gebruik om vragen te stellen in de chat. Hij is inmiddels niet meer disabled, dus je kunt er gewoon gebruik van maken. Op het moment dat je een vraag voor Peter hebt, dan zal ik hem proberen te onderbreken en op dat moment ook die vraag stellen. Dus we proberen daar een interactief webinar van te maken. En datzelfde geldt natuurlijk ook in het tweede gedeelte voor mij. Hè? Dan zal Peter mij proberen te onderbreken. Goed, Peter. Even tussendoor webinars terugkijken. Dat kan toch onder het kopje agenda, of niet? Ja, klopt inderdaad. Hè? Dus op de website agenda en daar zal Harm deze opname plaatsen inderdaad. Oké, dan ga ik even aftrappen. Het is al iets na 12. Welkom allemaal. Mijn naam is Peter Meijburg van de website slimmermetopties.nl. Misschien wel bekend onder sommigen van jullie inmiddels. Want we doen al best een tijdje, Menko en ik, de lunchwebinars. Ik heb geen financiële achtergrond, geen financiële studie gedaan. Ik heb Nederlands en algemene taalwetenschap gedaan. En daarna ben ik in de reclame verzeild geraakt als copywriter. En dat betekende
kort gezegd, teksten schrijven en ideeën bedenken voor campagnes. En dat heb ik voor allerlei opdrachtgevers gedaan. Vrijwel alle automerken, de overheid, hondenbrokjes, bankenverzekeraars. Zelfs voor Bink heb ik dingen gedaan. Kortom, voor allerlei, voor allerlei opdrachtgevers uit allerlei sectoren. Maar goed, ik bleef altijd wel geïnteresseerd in de beurs. Niet dat ik er altijd tijd voor had, maar ik vond het altijd wel heel interessant om te volgen. En eind 2016 werd ik benaderd door Traders Only. Inmiddels is dat links. Met de vraag of ik een boekje wilde schrijven over opties. Opties, ja, dat is natuurlijk omdat de broker daar behoorlijk goed aan verdient. Begreep ik later. Dus het was niet een verzoek om een boekje te schrijven over aandelen of obligaties of dat soort instrumenten, maar specifiek over opties. Ja, ik was al een paar jaar klant bij Traders Only en ik kende die mensen en ze wisten dat ik copywriter was, dus dat was op zich wel een logische vraag. En dus ik ben ermee begonnen en een paar maanden later, in eind mei of zo, begin juni, was het klaar en toen is het naar de drukker gegaan. En het boekje is verspreid onder klanten en niet-klanten. En toen ik dat klaar had, dacht ik, hoe nu verder? Toen ben ik die website begonnen en een van die dingen die je daar vindt, is dit e-book. Dat zou je kunnen beschouwen als een follow-up voor dat eerste fysieke boek. En in dit boek beschrijf ik eigenlijk de populaire optiestrategieën. Nee, dan moet je dus denken aan debit spreads, credit spreads, maar ook de calendar, de diagonale spread, noem maar op. Dus als je dat nog niet hebt, je kunt het gratis downloaden op slimmermetopties.nl. Voordat ik begin, ik heb 1 juli, 2 weken geleden inmiddels, de optiedag voor starters georganiseerd hier in Broek in Waterland. En dat was een hele leuke dag, een bijzonder geslaagde dag. Er waren 17 deelnemers. Ik had gemikt op 15, ik wilde de groep een beetje beperkt houden. Maar goed, het werden er 17. En dat was, zoals ik al zei, een hele leerzame dag, maar ook een hele gezellige dag. Je ziet hier wat sfeerimpressies van het Broekerhuis. Dat is een historisch pand hier in het dorp. En ik dacht, ja, ik heb zelf aardig wat cursussen en trainingen gevolgd. En dat was dan meestal in zo'n groot, anoniem hotel aan een snelweg. Ik dacht, ik wil het wat sfeervoller doen. En vandaar dat ik dat hier heb georganiseerd. Maar goed, vrijdag 26 augustus ga ik de tweede editie organiseren. En ja, dingen die aan bod komen, dat zijn de basics van opties. Maar onder andere ook de Grieken. Wat vertellen de grafieken? Hoe leg je een watchlist aan? Ik ga een interessante optiestrategie behandelen. Er staat strategie. Dat moet ik nog even aanpassen. Maar goed, een eenvoudige strategie waarbij je 1 optie koopt en eentje schrijft. En ik laat ook in detail 2 partijcases zien waarin we die helemaal volgen vanaf begin tot het eind. Dus mocht je geïnteresseerd zijn voor vrijdag 26 augustus, er zijn nog plekken beschikbaar. Dus hier heb je nog eventjes wat mensen die hun mening gaven over de eerste editie. Dus op mijn website, ik heb vanochtend eventjes een apart stukje daarvoor ingelast. Daar kun je op klikken en dan wijst het zich vanzelf. Zo ziet dat eruit, zie je. Dit is mijn website. Dus kijk eventjes en dan misschien zien we elkaar binnenkort. Opties en tijdwaarde. Ik heb het er al eens eerder over gehad. Maar het is toch heel belangrijk, denk ik, tijdwaarde in opties. Een heel belangrijk onderdeel van opties. En ook nog wel eens een onderdeel dat door veel optietraders over het hoofd wordt gezien. Of min of meer wordt vergeten. Dus ik dacht misschien toch wel handig als we daar nog een keer aandacht aan gaan besteden tijdens dit lunchwebinar. Want een heel belangrijk aspect dus bij de optiehandel is tijd. Want elke dag die voorbij gaat, die komt nooit meer terug. Er zijn natuurlijk heel veel slimme optietraders die door de jaren heen allerlei vernuftige technieken hebben ontwikkeld. Hele ingewikkelde of vernuftige en slimme strategieën. Maar er is eigenlijk nog nooit iemand geweest die de gestage voortgang van de tijd heeft weten te stoppen. Dus die tijd, die gaat altijd door. De klok die tikt altijd maar door. Vanaf het moment dat jij een optiepositie inneemt, begint de tijd te werken.
soms tegen je, soms ook in je voordeel, zoals we zullen zien. Want opties, die hebben een beperkte houdbaarheid. Het is net als een blikje conserven of als je een blikje Heineken koopt, er staat altijd de houdbaarheid op. En dat is eigenlijk ook de reden waarom opties maar een fractie kosten vaak van de onderliggende aandelen. He, want op een gegeven moment, dan is de tijd is voorbij. In een optiecontract staat natuurlijk altijd de expiratiedatum. En als die datum eenmaal bereikt is, dan is het eigenlijk afgelopen met het optiecontract. Dan bestaat het niet meer. Nou, dat weglopen van die tijdwaarde, dat is natuurlijk slecht nieuws voor de optiekoper. Als wij een call-optie gaan kopen vanavond of vanmiddag of een put-optie, dan vanaf het moment dat wij in die positie zitten, dan hoor je heel zachtjes op de achtergrond een geruis en dat is het leeglopen van die tijdwaarde. Dus elke dag verliest zo'n optie een beetje tijdwaarde. En wat heb je dan als optiekoper? Dan moet je eigenlijk niet één, maar twee dingen goed raden. Namelijk de richting die het aandeel uitgaat. Bij een call-optie wil je natuurlijk dat het aandeel gaat stijgen en bij een put-optie dat het aandeel gaat dalen. Maar niet alleen dat, je moet natuurlijk ook de tijdspanne waarin dat gebeurt, moet je goed hebben. Want je kan wel op een gegeven moment de richting goed hebben geraden, maar stel dat vandaag het is de derde vrijdag, jouw optie expireert en maandag wordt pas eigenlijk jouw target gehaald, dan is het jammer, maar dat is boter na de vis, zo heet dat geloof ik, hè? En dan is het gewoon te laat. Dus je moet twee dingen goed raden altijd, als je optiekoper bent, de richting en de tijd. En hier zie je het bekende grafische weergave plaatje van het tijdverval van opties. Als je een optie koopt met 3 maanden, zeg maar 90 dagen looptijd of langer, dan merk je eigenlijk niet zo gek veel van die tijdwaarde. Dat is maar minimaal wat eruit loopt. Maar je ziet al vanaf ongeveer een maand, zo'n 30 dagen, 3 weken, 2 weken, dan gaat het echt steeds sneller. En als de dag van expiratie is aangebroken, dan zit er eigenlijk bijna geen tijdwaarde meer in. Dus die laatste maand gaat het altijd heel snel. En daarom is voor de optiekoper is tijd staatsvijand nummer 1. En de optieschrijver, die dus aan de andere kant zit van de positie, daar is natuurlijk tijd de grootste vriend. Want als jij opties schrijft, dan ga je een verplichting aan, hè? De meeste van jullie weten dat inmiddels wel. Als wij een call-optie gaan schrijven, dan gaan we de verplichting aan om die aandelen eventueel te moeten leveren. En als we een put schrijven, dan gaan we de verplichting aan om aandelen in portefeuille te nemen. En dat is natuurlijk een risico. En voor dat risico willen optiehandelaren, die willen daar een vergoeding voor hebben. Dus je ontvangt een premie op het moment dat jij een optie schrijft. Optie koopt, betaal je premie. Als je een optie schrijft, ontvang je premie. En wat wil je? Je wil het liefst dat die premie gewoon, dat je die mag houden. Dus dat die optie die jij hebt geschreven waardeloos afloopt. Dus zolang die geschreven optie op de dag van expiratie niet in de money komt, mag jij die premie houden. Dus daarom is tijd eigenlijk jouw grootste vriend. Die tijd die kan eigenlijk niet snel genoeg gaan. Dus dit is eigenlijk hetzelfde plaatje, maar dan met een smiley. Dit is de optieschrijver. Optieschrijvers die mikken eigenlijk niet zozeer op het slaan van home runs, maar ze mikken meer op een gestage maandelijkse stroom van inkomsten. En dat is ook iets wat Menko altijd vertelt. Menko schrijft altijd opties op de AEX. Zo ontstaat dus eigenlijk een gestage maandelijkse stroom inkomsten. Het is dus niet zo dat je daar nou een megaklapper mee maakt. Het is nou eenmaal zo, als je een megaklapper wil maken, soms gebeurt het. Maar het is net als met een loodje uit de loterij. Hoe vaak gebeurt het niet dat het gewoon niet lukt en dat je de premie die je betaalt kwijt bent. Dus er is heel veel voor te zeggen om voor de tweede optie te kiezen, namelijk een gestage maandelijkse stroom inkomsten. Theta, dat is een van de Grieken van een optie, die laat zien hoe gevoelig zo'n optie is voor het weglopen van de tijd. En dit is het symbooltje waarmee theta altijd wordt aangeduid.
Nou, ik heb hier een voorbeeldje, een tijdje geleden genomen. Als het goed is als ik het zo zie, 12 april. Maar toen stond de SPY, dat is de ETF van de S&P 500, op bijna 440, 439,65. En hierboven zie je de optieseries met nog 66 dagen te gaan. Hier dezelfde series, maar dan nog maar 38 dagen te gaan. En hier dezelfde series, maar dan met nog maar 2 dagen. Nou, je ziet hier de Grieken afgebeeld. In dit kolommetje zie je de Theta. En je ziet de 440, laten we even naar de call kijken. De Theta van de 440 is 0,12. Dus dat betekent eigenlijk, als je een call zou kopen, dat er elke dag $12 wegloopt aan waarde uit die optie. En die optie die zou op dat moment ongeveer bijna $1600 kosten. Dus elke dag $12 verdwijnt. Gaan we wat korter in de tijd, hè, met 38 dagen looptijd, dan zie je dat die Theta, 0,16 bijna is. Dus dat betekent dat er $16 elke dag uitloopt. Maar ga je nog korter op de tijd, nog maar 2 dagen te gaan, dan is die Theta ineens opgelopen tot bijna $0.70. $70 die er elke dag uitloopt, terwijl die hele optie nog maar $360 waard is. Dus je ziet hoe dat verloop gaat van van die tijdwaarde in zo'n optie. Hoe dichter bij je komt, hoe sneller eigenlijk die tijd eruit gaat. Dus hoe sneller die tijdwaarde verdampt. En ook is het nog eens een keer zo, hoe verder je verwijderd bent van de huidige koers, hoe minder gevoelig die optie is voor het weglopen van de tijd. Want je ziet hier een deep in the money call. Dit is de 340. En we hebben hier 38 dagen te gaan. Nou, hier is de Theta 0,05. Dus zeg maar $5 die elke dag hier verdwijnt uit die optie. En dit is een deep out of the money call. Hè? Dus bij een stand van 440. Stel dat je hier de 540 zou kopen, de call optie. Nou, je ziet die opties zijn ook bijna niks waard. Maar er loopt ook dan weinig of geen tijdwaarde uit. Omdat die heel erg ver out of the money is. En de kans dat de SPY na 38 dagen, hè, want het is de serie van 38 dagen, van 440 boven de 540 komt, is dan ook heel klein. Vandaar dat die opties ook heel goedkoop zijn. En hier hebben we 445. Nou, je ziet, dit is een ongeveer at the money, niet helemaal. Maar hier zie je eigenlijk een vrij hoge Theta van 0,15. En dat is zo dat at the money opties alleen maar bestaan uit tijdwaarde. Die zijn het meest gevoelig voor dat verval zeg maar, van tijd, voor de time decay. Dus market makers, ja, die kunnen eigenlijk alleen die extrinsieke waarde van een optie opblazen en weer laten leeglopen en niet de intrinsieke waarde. Hè. Dus extrinsieke waarde, dat is eigenlijk synoniem voor tijdwaarde of verwachtingswaarde of je kan het ook gewoon lucht noemen. Maar de intrinsieke waarde is eigenlijk wat je voor een optie zou ontvangen als je hem nu zou uitoefenen. En volgens mij had ik daar een voorbeeldje van, ja. Dus laten we zeggen, die ETF, die SPY, die staat op 440. En wij hebben een call in ons bezit met de uitoefenprijs 430. Dat betekent, wij mogen die SPY, dus die ETF, kopen voor 430. En we hebben nog 38 dagen looptijd. En die call, de premie daarvan, is 1870. Nou, de intrinsieke waarde is $10. Als wij nu ons recht zouden gaan uitoefenen en tegen de broker zouden zeggen, kom maar op met die ETF. He, dan winnen wij natuurlijk 10, want ja, hij is 440 inmiddels waard. Maar die premie, die is geen 10. He, die is op dit moment 1870. Dus dat betekent de rest, he, dus 870, is allemaal ja, lucht, allemaal extrinsieke waarde, tijdwaarde of hoe je het ook noemen wilt. Nou, kwartaalcijferseizoen is weer net begonnen en naar die bekendmaking toen, in aanloop daarnaartoe, neemt de volatiliteit altijd toe. En ja, dat betekent eigenlijk dat dat deeltje tijd in die opties wordt opgeblazen. Hè? Want beleggers, ja, die worden wat onzeker.
Van, pakken de earnings goed uit of slecht uit? Je ziet beleggers gaan gokken. De een gokt erop dat het aandeel enorm gaat stijgen en de ander weer dat het gaat dalen. Dus volatiliteit neemt erg toe en die market makers die gaan die optiepremies heel erg opblazen. Dus die opties die worden duurder, zo vlak voordat die kwartaalcijfers bekend worden gemaakt. Dus dit deeltje, die extrinsieke waarde, oftewel de lucht in die opties, die wordt opgeblazen. Dus de SPY die heeft natuurlijk geen earnings, maar als dit Apple zou zijn of een ander aandeel, dan zou dit elke dag wat hoger gaan, wat meer waard worden, als tenminste de rest een beetje gelijk blijft. Hè? Dus altijd theoretisch. Maar goed, als die cijfers, als die kwartaalcijfers dus eenmaal bekend zijn gemaakt, dan krijg je een bekend verschijnsel, wat de volatility crunch wordt genoemd, want dan implodeert die volatiliteit helemaal. En opties worden dan weer normaal geprijsd. Iedereen, het nieuws is bekend. De koers is gestegen, gedaald of misschien wel een beetje gelijk gebleven. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar dan keert de situatie eigenlijk weer terug naar normaal. En dan zie je dus dat die volatiliteit helemaal in elkaar klapt. Nou, als ik zelf opties koop, dan zijn het of leaps. Hè, dat zijn langlopende opties. Die hebben minimaal een jaar looptijd en die lopen altijd af in januari. Maar ook debit spreads. Hè, dan wordt de tijdwaarde deels geneutraliseerd. Want bij een debit spread koop je een dichterbij gelegen optie. En dat is dus nadelig als we het hebben over tijdwaarde. Want die loopt daaruit. Maar om dat deels te compenseren of te neutraliseren, schrijf je een iets verder weggelegen optie tegelijkertijd. Dus daardoor wordt het wat minder kostbaar eigenlijk, je investering. Hè, want je ontvangt natuurlijk premie voor het schrijven van een optie. En zoals gezegd, die tijdwaarde wordt ook een beetje geneutraliseerd. Ik heb daar zo nog even een voorbeeldje van. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor diagonale spreads. Dat is trouwens die strategie die ik vrijdag 26 augustus in detail ga behandelen. Want daar koop je ook een in-the-money optie. En je schrijft eigenlijk steeds out-of-the-money opties gedurende de looptijd. Dus iedere keer is dat weer gunstig, dat laatste, voor die tijdwaarde. Nou, hier zie je bijvoorbeeld eventjes de SPY. Zie je, we hebben weer de 38 lage looptijdseries. De SPY die staat op ongeveer hier bijna 440. Dus stel dat wij ervoor zouden kiezen om de 440 call te kopen. Nou, die heeft een theta, een tijdwaarde van bijna 16, 0,16. Dus dat betekent dat er elke dag zo ongeveer $16 uit die optie wegloopt. En om dat een beetje te compenseren, zouden we de 445 kunnen schrijven. En die heeft een theta van bijna 0,15. Dus, even kijken of ik dat hier... Nee. Nou ja, per saldo in ieder geval kan je dus laten we even simpel zeggen, de 0,16 en de 0,15, die 15, die kan je daarvan aftrekken. Dus per saldo heb je dan maar heel weinig tijdwaarde die tegen jou inloopt. Hè. Dat is het voordeel van in dit geval zo'n debit spread. Dus als je opties koopt, let dan vooral ook op de theta. Er zijn ook andere zaken waar je op zou moeten letten, maar de theta is gewoon heel belangrijk. En ja, zorg ervoor dat die niet je vijand is. Hè. Dus ik heb hier nog een paar theta-vriendelijke optiestrategieën eventjes onder elkaar gezet. Nou, dus bijvoorbeeld een credit spread. Daarin, die is eigenlijk nog wat theta vriendelijker dan de debit spread. Maar de credit spread is eigenlijk, je verkoopt een relatief dure optie. En ter bescherming koop je nog een optie. Maar in ieder geval, hier wil je dus gewoon eigenlijk dat die premie die je hiervoor ontvangt, dat die helemaal leeg loopt. Iron Condor is eigenlijk een combinatie van twee keer een credit spread. Eentje met puts, eentje met calls. Dan krijg je een Iron Condor, dus ook die heeft heel veel baat bij het weglopen van die tijdwaarde. Nou, de butterfly eigenlijk idem dito. En ook een calendar spread is altijd, die heeft zogezegd een positieve theta. Dat wil zeggen dat de tijd je vriend is als je die opzet. Tijdwaarde. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn, Menko. Anders dan kan ik meteen even door mijn posities nog rennen.
Nou, ik denk dat het heel duidelijk is, Peter. Dus dat is ook een mooie. Ik kom er zo meteen ook nog even op terug. Hè, want wat dat betreft staan onze neuzen dezelfde kant op. Nee, ik Precies. ben geen vragen. Dus ik ben benieuwd naar jouw Posities, posities. dan begin ik met mijn hoofdpijndossier. En dat is begonnen eigenlijk op 28 december. Toen het er nog allemaal best wel aardig uitzag op de beurzen, had ik een boel putspread opgezet. En je ziet hier meteen al, die heeft zijn maximale verlies bereikt. En die begon ik dus op 28 december vorig jaar. En dat ging ineens vrij snel omlaag. En hier was die positie, die geschreven optie, was natuurlijk diep in de money. En kreeg ik al vrij vroeg een assignment. Dus ik moest de aandelen in bezit nemen, in portefeuille nemen. Nou ja, ik heb toen die positie gewoon gesloten. Want ik heb gedurende deze hele periode van alles, allerlei fratsen uit proberen te halen om die positie nog een beetje te redden. Maar eigenlijk, dat heb je dan altijd. Als je dan eenmaal in zo'n positie zit, dan mislukt alles, hè. Dus als je dan, weet ik wat, een put zou openen, dan gaat ineens de koers weer omhoog en andersom. Dus ja, dit is zoals ik al zei, een hoofdpijndossier. En normaal zou ik zeggen van ja, dan moet je natuurlijk je stop-loss goed in de gaten houden. Dit had er wel mee te maken dat ik een kennismakingsaanbod had voor mijn beursvizier, dus mijn nieuwsbrief, waarin ik deze voorbeeldtrade deed en plus nog een paar andere. En ik dacht, ja, het is nou ook alweer een beetje lullig om iemand die net in aanraking komt met opties, om te zeggen, nou, al mijn posities sluit ik nu met verlies. Dus ik dacht, ik ga gewoon kijken of ik dit nog kan redden. Nou, dat is dus niet gelukt. Dus ja, ik was aan de andere kant ook wel weer blij dat ik altijd, hoe zeg je dat, risk-defined posities doe. Dus altijd met een bescherming. Dus mijn positie of mijn verlies is altijd beperkt. Maar goed, in dit geval heb ik natuurlijk gewoon eigenlijk mijn regels niet goed gevolgd. Nou, en dan zie je dan, ja, dan gaat zo'n positie het maximale verlies leveren. Dus toch weer een leermomentje zou je kunnen zeggen. Nou, hier heb ik een aantal dingen die ik de afgelopen tijd heb gesloten. Hè. Bij mij is het dus iets anders dan bij Menko. Het is bij mij niet zo dat ik aan het eind van de maand dingen standaard sluit. Bij mij loopt het eigenlijk allemaal een beetje door. Maar er waren nog een aantal slechte trades tussen Procter & Gamble en Bayer Coal, waarbij ik ervan uitging dat de koers ja, een beetje zijwaarts zou gaan, niet te hard ging stijgen. Nou, vanaf het moment dat ik deze opzette, ging de koers wel hard stijgen. Dus deze heb ik voortijdig gesloten. En even kijken, andere twee verliestrades. Dat was de DIA, is de ETF van de Dow Jones. Oh, en hier staat DIA, hier moet staan de SPY. Dus dat moet ik ook nog even aanpassen. Dus ik had toen het allemaal zo en nog steeds wel negatiever uitzag op de beurs, wilde ik wat bescherming inbouwen. Zoals je een verzekeringspremie koopt op je huis of op je auto. Een butterfly en een bear put spread. Nou, in het begin ging dat aardig, maar ja, toen gingen die koersen ineens weer stabiliseren. Die gingen wat stijgen. En ja, ik dacht op een gegeven moment, ik stop ermee. Want na de hand, ze lopen eigenlijk, of ze zouden vandaag aflopen. Dus wat dat betreft heb ik er goed aan gedaan om dit wel voortijdig af te kappen. Maar ja, je ziet toch wel weer een paar verliestrades. En ja, dat hoort erbij. Dat is ook een beetje eigen aan het soort trades wat ik doe. Ik ben eigenlijk wat dat betreft opportunistische optietrader. Dus ik kijk gewoon vaak van ja, wat doet de markt? Wat doet de markt volgende week? En daar probeer ik op in te spelen. Ja, vaak gaat dat goed en soms niet. Dus ik heb nu, als ik het nu per maand bekijk, dit was voor mij absoluut een mindere maand. Dus alle reden weer om de energie bij elkaar te pakken en proberen weer om de volgende maanden dat weer helemaal goed te gaan maken. Vragen? Dan kan je me altijd een mailtje sturen of via mijnbeleggen.com. En ik zie dat het 1 minuut over 12:30 is. Dus als er geen vragen meer zijn op dit moment, dan ga ik mijn scherm even stoppen met sharen. Dan ga ik de mijne op, hoe heet het, uploaden, sharen. Ik zie nog dat Henk zegt: het totaalbeeld is dus negatief.
Nou, dat... Ja. Ja, kan inderdaad gebeuren. Hè, dat, er is geen enkel systeem dat alleen maar winsten gaat realiseren. Dat kan niet. De mensen die dat zeggen, die liegen dat het gedrukt staat. Ja, en die heb je natuurlijk ook wel. Hè, dat bij sommigen, als je op internet kijkt, dat ze altijd en alleen maar winsten maken. Hè. Ja. En ja, als iemand dat roept, ja, ik weet het niet, maar dan... Ik heb dan altijd wel dat ik een beetje mijn vraagtekens daarbij heb. Ja, zeker met risicovolle trades. Ja, dat is nou eenmaal inherent aan het vak. Ja, ik krijg ook wel eens verhalen van mensen van... kunnen we niet een strategie doen waarbij we een klapper maken? Ja, zeg, dat kan wel. Alleen je moet er dan rekening mee houden dat je eerst 9 keer een mislukking hebt. En misschien dat die 10e keer dan een keer een klapper is. Maar ja, maakt die dan alle verliestrades weer goed? Als je veel risico's neemt, of een, ja, als je een klapper wil maken, moet je veel risico's nemen. En dat, dan kun je eigenlijk wat dat betreft, denk ik, gewoon zeggen, Peter, stop ermee, Menko, stop ermee. We gaan naar het casino en we gaan er alles op rood neerzetten. Want dan maak je een klapper. Of je bent een glaasje wijn erbij. Hebben we nog een gezellige avond ook. Ja, dat is inderdaad zo. Dan heb je net een iets andere manier van werken. Maar wij proberen het op een andere manier te doen. En zoals Peter ook al zei, of tenminste Peter zei, zijn posities lopen door. Dat is bij een aantal systemen van mij ook. Maar vandaag ga ik het hebben over opties beleggen KT, korte termijn. En dat betekent dat ik aan het beleggen ben op maandbasis. En dat betekent dat de optie-expiratiedatum vandaag is. De markt mogen zeggen, thank God it's Friday, bijna de laatste dag van de week. Als je tenminste niet op zaterdag of zondag hoeft te werken. Dus dan zijn we altijd blij, en met name als het de derde vrijdag van de maand is. Want dan is het optie-expiratiedatum. Daar ga ik vandaag iets over vertellen. Even kijken of je het doet. Ik heb wel even om een klein stukje de interactie op gang te brengen. Wil ik je een aantal vragen stellen. Gaat het op dit moment goed bij jou in de beleggingsportefeuille? Geef daar eens op de chat of je staat, hè, de beleggingsportefeuille gaat goed. Ben je op dit moment in aandelen aan het beleggen? Ben je met opties aan het beleggen? En ik ben eigenlijk ook benieuwd of iemand al mijn systeem volgt, waar ik het vandaag over ga hebben, op je beleggen KT. Even kijken, want Peter heeft een hele mooie... Oh, even terug. Oh, dit gaat sneller. Ik wou even die markeerstift eens kijken. We gaan het dus vandaag hebben over optiebeleggen KT. Volg je op dit moment al mijn systeem of volg je een van deze andere systemen die ik op dit moment ook heb? Zou je in de chat eens willen aangeven, dan ga ik ondertussen even naar de chat toe. Dan weet ik ook een klein beetje wie ik in de portefeuille, of wie ik in de portefeuille heb, wie ik hier voor me heb. Even kijken. Ik zie dat Frank zegt alleen opties. Henk zegt ja, 100% doe je mee, klopt. Tom, ja, de 100%, de 100R. John de Hoed zegt matig, het gaat dus niet goed. Je volgt me nog niet. Nou, dat gaan we eens kijken of ik je vandaag ook enthousiast kan maken. Dat ik mezelf kan kwalificeren om... zodat je enthousiast wordt over mijn manier van beleggen. Ja, je schoot een beetje weg. Ik moet dan even die chat moet ik terugpakken. Dus vandaag even kijken. John, dus ik ga daar vandaag mijn best voor doen. Frank zegt nee, nog niet. En Adrie zegt, ja, gaat best goed met opties schrijven of volatiele aandelen in index. Ja, nou, dan kom je helemaal in mijn wereldje terecht, Adrie. Hartstikke leuk. En Stefan zegt, ja, doe mee met 100%. Leuk dat je er ook bent, Stefan. En Gerard zegt, aandelen opties en ik volg jouw systeem niet. Nou, dat kan inderdaad ook, hè, want dat is niet de enige manier om succesvol te zijn. Dat kun je natuurlijk ook zelf doen. Even kijken. En Claire is erbij. Hartstikke leuk ook dat je erbij bent, Claire. Ik volg 3 systemen. Hartstikke leuk. En Paul zegt, ik volg nu KT, LT en ook de 100%. Leuk ook, Paul. En Martin zegt, koersen dalen. Ja, ja. Inderdaad. Leuk, Martin. Henk is erbij. Ja. 4 systemen. En Jack zegt, de KT 100%. Nou, we hebben veel bestaande klanten. Dat is leuk. Mees er ook bij aandelen opties. En Gerrit doet de 100% challenge. Even kijken. Nou, vind ik leuk worden. Even kijken, want er komen steeds meer reacties op. Dat is leuk. Dimitri zegt, momenteel rond de 2000 per maand. Sjors Strengels, dat is leuk. Gerber zegt, redelijk, ja, ja. Leuk.
Dimitri zegt, laat ik de poets in dit klimaat wat op de achtergrond verdwijnen. Nou, ik niet, Dimitri. Ik vind het even gevaarlijk om met calls te werken als met poets te werken. Daar zal ik je straks nog iets over gaan vertellen. En Martin zegt, opties is lastiger dan aandeel. Nou, Martin, ook voor jou probeer ik jou straks te overtuigen en te laten zien dat het natuurlijk ook wel een klein beetje lastiger is dan het simpelweg kopen of verkopen van een aandeel. Maar ik probeer het ook zo te doen dat het echt niet moeilijk is. Leuk! Dankjewel voor al jullie reacties. Nou, we gaan even snel door de presentatie heen, want ik wil jullie vandaag laten zien hoe de maand juli afgelopen is voor mij. Je zou denken, hey, het is pas halverwege, maar het is vandaag dus die optie-expiratiedatum, de dag dat er met de bel gehakt wordt. Vandaag wordt bekeken of ik geld verdiend heb, geld verloren heb, winst heb gemaakt of verlies heb gemaakt. Kleine introductie van mezelf. Mijn naam is Menko Minkersweep. Ik ben geboren en getogen in Tilburg, heb daar ook gestudeerd. Ben vervolgens gaan werken bij Sagittarius Beleggingen. Even die chat weer doen. Even kijken. En daar ben ik natuurlijk pas echt in aanraking gekomen met het beleggingsinstrument opties. En daar zo enthousiast over geworden dat ik in 2010 voor mezelf ben gestart. Met de website www.optiesbeleggen.nl. En die website doet niets meer of minder dan alleen maar beleggen met opties. En dat is ook, ik probeer mijn enthousiasme ook over te brengen op jou. Ik ben ongeveer in 2015 of 2016 ben ik Harm van Wijk tegengekomen. En die heeft toen gevraagd aan mij of ik alle transacties die ik verricht ook op zijn website wilde plaatsen. Die heette toen nog de slimstebeleggen.nl. Heet inmiddels dus mijn.beleggen.com. Ook daar heb ik dus een track record vanaf 2017. Kun je dus precies zien alle transacties die ik verricht heb en wat daar de rendementen zijn, over zijn geweest. Nou, wat doe ik nu eigenlijk precies? Ik neem short strengels in. En op het moment dat je een short strengel positie inneemt, dat betekent dat je een call en put optie gaat verkopen, gaat schrijven. En ik heb ervoor gekozen om op de AEX-index te handelen. Peter doet het dus inderdaad op aandelen. En soms op de index in Amerika of indices in Amerika. Ik heb me gespecialiseerd door me alleen maar te focussen op de AEX-index hier in Nederland, in Amsterdam. Dus ik verkoop call en put opties op de AEX. Ik neem dus daar een short strengel in. Hoe ziet er dat dan eigenlijk uit? Ik schrijf een put, ik verkoop een put. Ik schrijf een call, ik verkoop een call. Ik krijg dus aan twee kanten geld. Hè, dat vind ik altijd lekker om geld te krijgen. Van de koper van de call optie, die betaalt premie aan mij. De verkoper van de koper van de put optie, die betaalt premie aan mij. Dus ik krijg aan twee kanten premies gestort. Dat vind ik altijd lekker. Maar het betekent niet alleen maar feest, hè, want ik ga daar natuurlijk ook bepaalde verplichtingen mee aan. En om die verplichtingen, om die dan goed in de hand te houden, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste werk van mij, hè, dus mijn risico's in de gaten te houden. Ik zie heel veel voordelen aan het verkopen van opties. Peter had het daar ook al net over gehad, over de theta. Hè, dus de tijdswaarden die uit die opties verlopen. Nou, daar ga ik het even niet over hebben, want Peter heeft dat voldoende uitgelegd. Maar ik wil wel even deze regel met je doornemen. 70-80% van alle opties die lopen met verlies af. Dus als je besluit om een call-optie te kopen of een put-optie te kopen, maakt even niet uit op een aandeel of op een index, dan loop je dus het risico, 70-80% kans, dat je die optie met verlies gaat sluiten. Nou, dat betekent dat alle seinen op groen staan om opties te gaan verkopen, zo moet ik eigenlijk zeggen. Ik ga geen opties kopen, ik ga alleen maar opties verkopen. Is dan alleen maar feest met het verkopen van opties? Nee, hè, er is één groot nadeel en dat is het risico. En om dat risico in de gaten te houden, om dat te beteugelen, hè, daar heb je een heel strikt geldmanagement voor nodig. Oftewel dat risicomanagement, en daar heb ik mij in wezen in gespecialiseerd. Hoe ziet er dan zo'n short strengel uit, hè, die dus inneemt op de AEX-index? Dit is de onderliggende waarde, dus de koers van de AEX op dit moment. En wat doe ik eigenlijk? Ik verkoop een call-optie boven de huidige waarde van de AEX-index en ik verkoop een put-optie onder de huidige waarde van de AEX-index. Ik had al verteld, ik schrijf een call, ik schrijf een put, ik krijg aan twee kanten geld. Die premie, dat is meteen ook mijn maximale winst. Peter zei het ook al, met een short strengel strategie, ga je geen klappers maken, dat je meteen ook 1000% rendement zou kunnen maken. Nee, hier ga je voor een steady inkomen, een steady rendement, een steady gestage inkomstenstroom door de verkoop van die call- en put-optie, die premies daar te ontvangen. Hoe ziet er dat risicomanagement dan uit? Nou, hier aan de linkerkant zie je dat op het moment dat ik mijn risicomanagement niet goed op orde heb, dat ik hier in het verlies duik. En dat is aan de bovenkant. Stel nou voor dat de AEX heel fors omhoog gaat, dan zou ik eventueel in potentie, dus in theorie, zelfs naar een ongelimiteerd verlies kunnen toelopen. Dus het is ontzettend belangrijk op het moment dat je dit systeem gaat toepassen.
En dat doe ik dus, dat je een heel strikt risicomanagement hanteert. Wat doe ik dan eigenlijk? Vandaag gaan we het hebben over optionele KT. Dat betekent dus die short strangle strategie. Maar dan op een termijn van 4 weken. Dat is een korte termijn, een maandbasis. Ik heb nog twee andere systemen. In zijn totaliteit heb ik dus 3 beleggingssystemen. Die doen alle 3 hetzelfde. Want bij optiebeleggen LT neem ik ook die short strangle strategie in. Maar dan op lange termijn. Oftewel, ik verkoop die call and put optie. Maar dan met een beleggingshorizon van tussen de 3 en 9 maanden. Dus niet op die 1 maandbasis, maar 3 tot 9 maanden. En bij optiebeleggen XLT doe ik ook exact hetzelfde. Inderdaad weer mijn favoriete strategie, die short strangle strategie, maar dan op extra lange termijn. En dat is bij extra lange termijn heb ik posities gekozen tussen de 1 en 2 jaar. Dus zo zie je dat je eigenlijk met deze 3 strategieën steeds minder afhankelijk wordt van de dagelijkse beweging van de AEX-index. Wat wil ik nu met deze 3 systemen realiseren? Wat beoog ik nu eigenlijk? Wat is mijn doelstelling? Ik heb die geformuleerd als zijnde de 3 R's. Rust overdag. Ik wil niet de hele dag met de beurs bezig zijn. Gaat die omhoog? Gaat die omlaag? Gaat die iets te hard omhoog? Gaat die iets te hard omlaag? Loop ik te veel risico? Dat wil ik dus niet. Omdat ik rust overdag heb gecreëerd, dan lukt het mij ook om 's nachts gewoon te slapen. De tweede R is rust 's nachts. Ik wil dus niet wakker liggen van de beurs, dat ik verliezen maak, dat de beurs een kant op gaat die mij niet bevalt. En de derde R is natuurlijk, want deze twee, nou, laat ik zeggen, ik zal niet zeggen dat het grapjes zijn, maar de derde R is natuurlijk het meest belangrijke, het rendement wat ik wil gaan maken. Ik beoog met deze 3 systemen om 1% rendement per maand te maken. En ik heb heel stiekem een grote danteken voor gezet. Oftewel, ik wil dus eigenlijk meer dan 1% rendement per maand realiseren. Ik heb nog een vierde R er eigenlijk tussen gebakken, maar er zat geen R in. Maak geen verlies. Zorg ervoor dat je posities geen verlies oplopen. Dat is eigenlijk de vierde R. Ja, er zit natuurlijk hier bij Warren Buffett 2 R'tjes. Want dat is een van de meest succesvolle beleggers geweest. Vroeger moet ik eerlijk zelf zeggen, want hij houdt tegenwoordig de belangrijke indices in Amerika niet meer bij. Maar hij heeft eigenlijk 2 regels. De eerste regel is maak geen verlies. En regel 2 is zorg ervoor dat je regel 1 niet uit het oog verliest. Oftewel, maak geen verlies. Dat is eigenlijk zijn adagium. Daar houdt hij zich aan vast. Dus ik heb de 3 R's en ik doe een klein beetje mee met Warren Buffett. Maak geen verlies. Stel nu eens voor dat je enthousiast bent over mijn manier van beleggen. Dan kun je mijn transacties exact 1-op-1 volgen. Je maakt dan ook exact hetzelfde rendement als ik. Hoe ziet er dat dan uit? Nou, je gaat naar tradersvergelijken.nl. Dat is een website van Dennis Fransen. Hier staat dus op allerlei systemen met hun, of traders met hun systeem. Ik zal het straks even laten zien. Tom Peetoom staat erbij. Ook Harry Klip staat erbij. Ook Ronald de Zoete staat erbij. Ook Harm van Wijk staat erbij. Ook Raoul Suurmeijer staat erbij. Oftewel, er staan heel veel mensen bij. Waarvan tradersvergelijken zegt, dat zijn mensen die serieus zijn met hun manier van beleggen, met hun systeem. Om dit systeem te volgen betaal je €25 ex-BTW per maand. Dat betekent eigenlijk die semi-automatische koppeling. Met 1 druk op de knop kun je exact mijn systeem volgen. Dan heb je wel een bankrekening nodig bij Max en bij Saxo Bank. En je kunt naar de website gaan om je gratis in te schrijven voor de nieuwsbrief. Zo word je elke maand op de hoogte gehouden van nieuwe traders, nieuwe systemen en natuurlijk de rendement. Ik ga even kijken. Het is 15:15. Ik ga hier wat sneller doorheen. Want normaal gesproken doe ik het ook eigenlijk zo dat ik vertel wat zijn opties en hoe werkt het eigenlijk precies. Maar ik wil wel sneller toe naar de rendementen die gerealiseerd zijn. Die optie-expiratiedatum, Peter vertelde het al zojuist. Ontzettend belangrijk, want dat is eigenlijk de kern hoe je rendement kunt maken met opties. Die expiratiedatum is de specifieke dag wanneer die opties aflopen. Dus als je een optie ziet staan met een looptijd van december 2023, betekent dat dat de derde vrijdag van december 2023, dat de optie-expiratiedatum is. En als je een optie ziet staan met een looptijd juli 2022, dan betekent dat de derde vrijdag deze optie eindigt. En dat is dus vandaag. Oftewel, ik heb dat plaatje waar we mee starten, Thank God It's Friday, heb ik een klein beetje aangepast en gezegd, thank God, it's the third Friday. Vandaag is de belangrijkste dag in mijn wereldje. Het is de optie-expiratiedatum. Vandaag wordt besloten of ik winst heb gemaakt of verlies heb gemaakt. Nou, hoe ziet dat dan per se uit? Ik heb al gezegd, ik ga hier even iets sneller doorheen. Ik
ga niet uitleggen wat opties, hoe dat werkt bij aandelen, dan wel bij indexopties. En hoe je, wat verschillen zijn tussen gekochte en verkochte, oftewel geschreven opties. Eén keer in de maand geef ik ook bij mijn.beleving.com een webinar. En dan ga ik een uur lang je bijpraten over de werking van call- en put-opties. Puur op de basis. Hoe werkt dat precies? Hoe werkt het bij aandelen? Hoe werkt het bij indices? Wat zijn de verschillen tussen gekochte en verkochte opties? Dus daar ga ik even iets wat sneller doorheen. Het voordeel is wel dat op het moment dat ik hier laat zien, dat op het moment dat ik op de AX-index aan het schrijven ben, de call- en put-optie aan het schrijven ben, die short strangle strategie aan het innemen ben, dan kan ik niet tussendoor geassigned worden om mijn verplichtingen na te komen. Dat kan alleen maar op de derde vrijdag van de maand. En er bestaat natuurlijk geen aandeel AEX-index, oftewel, we hebben hier te maken met een cash settlement. Dat heeft te maken dus met de Europese stijl, zo wordt dat genoemd, dat indexopties door middel van de Europese stijl worden verhandeld. Hoe wordt die optie-expiratiedatum, die afrekenkoers van de AEX dan bepaald? Nou, vanmiddag tussen 3:30 en tussen 4:00 heb je 30 minuten zitten. En elke minuut wordt de stand van de AEX genoteerd. Heb je natuurlijk 30 standen. Die deel je weer door 30. En zo krijg je de afrekenkoers van de AEX-index. Op het moment dat je positie dan in de money is en je hebt die optie gekocht, dan krijg je automatisch geld bijgeschreven. Maar op het moment, ik ben natuurlijk die optie schrijver. Op het moment dat ik die optie heb verkocht en die optie is in de money, dan moet ik geld betalen. Nou, ik had je al in het begin gezegd, ik vind het wel leuk om geld te krijgen, maar ik vind het niet leuk om geld te betalen. Ik wil aan twee kanten wel geld ontvangen, maar daarna wil ik het zo doen dat ik daarna niemand meer ga betalen, want dat betekent dat ik op die manier winst realiseer. Hoe ziet er dat dan uit? Hoe ga ik dan voor... hoe werk ik dan eigenlijk? Wat is mijn beleggingsstrategie? Nou, we zijn gestart op maandag 20 juni. Toen stond de AEX op 623 punten. We zijn een stukje hoger geweest op 676 en een stukje lager op 632. Er zat zo'n beetje 45 punten tussen. Excuses voor mijn hoest. Ik heb een hele vervelende hoest, dus die zal je vanaf nu wel iets meer gaan horen. Maar ik hoop dat je daar even doorheen luistert. En op het moment van toen ik deze presentatie maakte vanochtend, stond de AEX op 664 punten. Dus we zijn een stukje hoger dan die maandag gegaan. Maar ik moet je wel zeggen, die maandag starten wij met een hele grote gap naar beneden toe. Maar goed, we zijn in ieder geval, we staan nu op zo'n beetje 665 punten. Wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Ik heb op 20 juni heb ik een call verkocht. De call 720. En daar heb ik €25 voor ontvangen. Hier staat 23, hè? Wat is dan eigenlijk het verschil? Dit zijn de transactiekosten. Dus ik bereken mijn premies die ik ontvang en mijn netto inkomsten haal ik ervan af, hè? Want de transactiekosten moet ik uiteraard betalen. Ik reken hier €2 voor, maar bij Maxim wordt er €1,31 gerekend voor het kopen of verkopen van een indexoptie. Maar ik reken hem dus wat ruim. Ik zeg, ik ontvang hier €25, de transactiekosten rond ik even over €2, als wel ik heb €23 ontvangen. En even kijken, de dag erna, dus ik heb niet tegelijkertijd deze opties ingenomen, ik probeer ook een klein stukje de markt te timen, heb ik de put-optie verkocht, de 75, heb ik €1,40 voor ontvangen, wederom die €2 ervan af, €138 in de plus, oftewel, ik heb €23 plus €138, ik heb €161 netto ontvangen, inclusief de transactiekosten. En vanaf dat moment ga ik dus eigenlijk kijken wat de AEX-index doet. Je ziet waar mijn strategie uit bestaat. Ik hanteer een hele grote bandbreedte. Deze bandbreedte hebben we het over. We gaan tussen de 720 en 570 mag de AEX bewegen zonder dat mijn positie in gevaar komt. Nou, ik had je net al gezegd, de AEX is lekker op 665 en staat die. Oftewel, de kans dat we vanmiddag nog boven de 720 gaan komen of onder de 75, die is natuurlijk niet heel. Goed, maar dat wist ik natuurlijk op 20 juni nog niet, hè, want dan weet niemand, niemand kan in de toekomst kijken. Je weet natuurlijk niet hoe de AEX gaat reageren. Hoe ziet er dat dan uit, het totale plaatje? Nou, ik doe deze strategie vanaf 2022. Dit was de corona. Die herkennen we nog wel, hè, dat de beurs zo hard naar beneden toe ging. Toen heb ik op dat moment mijn strategie aangepast. Ik maakte hier 4% verlies. Dus om dit systeem te volgen heb je €10.000 nodig. Ik maakte 4% verlies. Was heel veel. Ik heb de maand daarna niets gedaan en nagedacht, hoe kan ik mijn systeem verbeteren? Eigenlijk, laat ik zeggen, corona-proof maken.
En coronaproof betekent eigenlijk in mijn zin, ja, ik heb helemaal niets met of tegen corona, maar de beursschommelingen die het gevolg kunnen zijn van allerlei incidenten, hoe kan ik mijn systeem daarop op aanpassen? Nou, vanaf dat moment zie je dat ik alleen maar winstgevende maanden heb gecreëerd. Ja, ik zei net, als je alleen maar winst maakt, hè, dan moet je dat niet geloven. Maar ik laat hier natuurlijk ook gewoon zien hoe ik in februari winst heb gemaakt. En ik laat je elke transactie zien die ik gedaan heb. In zijn totaliteit heb ik dus in 2020 815 euro winst gemaakt. Dus inclusief die 412 euro dikke verlies. In 2021 1500 euro. En ik ben nu heel erg goed op weg. Want we zijn op weg om meer dan 1000 euro in 2022 te maken. Die 161, ik heb hem wat groter neergezet, want hij is dus nog niet definitief. Hè? Want vanmiddag pas om 4 uur, dan wordt pas echt bekeken of je winst hebt gemaakt of verlies hebt gemaakt. Als je het totaliseert over de afgelopen 28 maanden, dan maak je gewoon een optelsom. Dit is er in zijn totaliteit verdiend, oftewel ik maak een rendement van 1,31% per maand. Ook in een beurs die neerwaarts gericht is. Ik heb je laten zien aan het begin. De beurs stond in november nog op 830 punten. We staan nu toch wel een hele grote slag naar beneden toe staan we lager. Ook met een neergaande beurs kan je met zo'n grote spread die ik hanteer, kun je een mooi rendement maken. Even kijken, het rendement op jaarbasis komt uit op, hey, heb ik die niet ingevuld? Dat is een aparte, want hier moet zo'n beetje 15% staan op jaarbasis. Oh, hij staat er ook. Was waarschijnlijk met zo'n animatietoestand geweest. Sorry. Het rendement komt dus uit op zo'n 15% per jaar over die afgelopen 28 maanden. En het belangrijkste vond ik eigenlijk om te laten zien dat ik in geen enkele maand verlies heb gemaakt. Oftewel, ik ben een klein beetje in de voetsporen aan het treden van Warren Buffett. Hij heeft mij laten zien dat je vooral geen verlies moet maken. Ik heb dus 1% als doelstelling neergelegd. Eigenlijk iets meer dan 1%, hè, minimaal 1% per maand. En met dit systeem maak ik dat dus ruim schoots. Heb ik nog een vraag. Ben jij tevreden met 1% per maand? Of minimaal 1% per maand? Ben jij tevreden met minimaal 12% per jaar? Zou je even in de chat eens aan willen geven ja of nee? En dan ga ik even in de chat naar de chat toe. En neem ik ondertussen even een lekker slokje water. Even kijken. Oh ja, ik zie hier dat Tom zegt, Menka was 132 in plaats van 30. Oh, had ik een foutje gemaakt? Even kijken, Tom, want dan ga ik meteen terug. Even. Even kijken. Nou word ik meteen ook nieuwsgierig ook. Even in mei. Oh ja, je hebt gelijk. Ik ga er meteen deze bij zetten en bewaren. Dankjewel Tom voor jouw hele attente opmerking. Even kijken. Tom, heb ik gehad? Ja, tevreden met minimaal 12% met winst, zeg je inderdaad ook fijn. En Stefan zegt, als deel van mijn portefeuille 12% maken is prima. Frank zegt, ja, ik vind 20% haalbaar. Dat kan ook, Frank. Dat is geen enkel probleem. Alleen dan moet ik iets meer risico gaan nemen. Dat betekent ook dat ik iets vaker tegen verlies aanloop. En ik wil geen verlies maken. Dus ik zoek eigenlijk mensen die tussen de 10 en 15% per jaar aan rendement willen maken. Ik heb je mijn portefeuille, mijn privéportefeuille zo meteen, of daar straks laten zien. Ja, daar zit ik natuurlijk ook een stuk hoger. Maar dat komt ook omdat ik de hele dag met de beurs bezig ben. Maar voor klanten doe ik het zo. Ik ga 2 transacties doen. En ik probeer met 2 transacties die minimaal 1% per maand te realiseren. Ja, Frank zegt, ja, nou, dat is nou precies wat ik zeg, Frank. Hey, ik moet wel wat vaker op de AX kijken. En dat is wat de meeste mensen die mij volgen niet willen. Die gaan leuke dingen doen, die gaan golven of die gaan naar de stad, of die gaan lekker eten en dat soort zaken. En op het moment dat ik aankondig dat ik een transactie ga doen, dan drukken ze 2 keer op een knop en dan doen ze exact hetzelfde als ik. Dus op die manier is het natuurlijk wel meer mogelijk om hogere rendementen te maken. Maar ieder zijn ding, zou ik zeggen. Even kijken, Paul zegt nog,
Hoe groter de bandbreedte, hoe minder de premie. Klopt. Dus met welke factoren bepaal je de bandbreedte? Want wat er in de wereld gaat gebeuren, weet je niet echt. Nou, inderdaad, dat weet ik helemaal niet, Paul. Ik weet niet wat Poetin denkt. Ik weet ook niet wat er in de Oekraïne gebeurt. Ik weet niet wat Christine Lagarde aan het verzinnen is met de rente. Ik weet ook niet hoe de olieprijs zich gaat ontwikkelen. Ik heb wel het idee dat we met een stagnerende economie te maken hebben. En dat in combinatie met inflatie betekent dat we eigenlijk stagflatie hebben. En stagflatie is een voorbode voor een lage conjunctuur. We hebben dus nu de hoogconjunctuur gehad, naar mijn mening. En we gaan dus neerwaarts. En dat zou ook best wel eens een keer met de beurs zo kunnen zijn. En Jack zegt, ik ben er tevreden mee, want ik hoef er niets voor te doen. Dankjewel, Jack. Dat is inderdaad ook zo. Ja, twee keer op de top drukken. En dan haal je exact hetzelfde rendement als ik. Goed, hoe ziet er dat dan uit? Dan ga ik even met mijn muis naar presentatie weer, diavoorstelling. Even kijken, start de huidige denk. Ja, als je dit systeem interessant vindt en leuk vindt, dan kun je dus mijn systeem exact op één volgen. Hoe ziet er dat dan uit? Je gaat dan naar tradersvergelijken.nl en ik laat je dat ook zien. En je zult ook zien, hè, vanmiddag is natuurlijk de optie-expiratiedatum. En dan ga ik in de loop van volgende maand, hè, augustus optie-expiratie, ga ik ervoor om maandje nummer 29 voor elkaar te boksen. Hoe ziet er dat dan uit? Tradersvergelijken zie je hier. Oh. Dit is de website van Tradersvergelijken. Ik had je al verteld, er staan heel veel mensen met hun systemen op. Raoul Zuurmeijer is erbij, Jan Robert Schut is erbij. Harry Klipp is erbij, Ronald de Zoet is erbij, Mark Leenaerts komt erbij met een apart systeem. Tom Peethoom is erbij, Harm Verwijk gaat ook per oktober starten. Dus je ziet dat hier heel veel mensen zijn die met hun systemen hier staan. Nou, hier staat dan ik, zei de gek. Dan ga je hier naar opties beleggen toe. Die druk je aan. Even kijken. Mijn laptopje vereist enige voeding. Dat doet hij zo. Je gaat dus naar opties beleggen KT. Dan druk je wat naar beneden toe. Hier staat dan eigenlijk ook wat ik gezegd heb. Je hebt 10.000 euro nodig om dit systeem te volgen. Hier staan die rendementen. Deze 161 euro is door Dennis al ingevuld. Die heeft er ook vertrouwen in dat er vanmiddag niet al te veel dingen gaan gebeuren. Nou, dit zijn ook die rendementen die ik je per jaar heb laten zien. En dat daar natuurlijk ook die verliesmaand in februari bij staat. Nou, tot nu toe gaat het dus lekker. Hè? Want we hebben tot nu toe 1000 euro opgehaald, iets meer, in 7 maanden tijd. Dus nou, de bedoeling is om iets meer rendement te gaan maken met dit systeem. En de voorboden zijn in ieder geval goed. Hoe ziet er dat dan uit? Nou, je betaalt dus 25 euro ex-BTW om dat te volgen. Hoe kun je aanmelden? Dan druk je op deze knop, aanmelden. En dan krijg je op de volgende pagina krijg je een contactformulier. Daar vul je in naam, adres, woonplaats, et cetera, et cetera. Op je weg KT staat al ingevuld. En dan vul je hier in. Oh, even wel goed schrijven, Menko. Aanmelden. En dan ga je dat versturen. Je vult hier ook nog even je bank in, hè? Of Maxim of Saxo Bank. Hè, dat zijn de twee banken waar we mee samenwerken om opties op te gaan verkopen. Hier natuurlijk je naam, mailadres, telefoonnummer, et cetera, et cetera. En op het moment dat je dan op versturen drukt, dan gaat Dennis Fransen met je contact opnemen om een en ander in gereedheid te brengen. Dus even kijken, ik zie dat het precies 13.00 is. Dus dat is een hele mooie tijdstip. Even kijken. Martin zegt, wat moet ik dan bij Maxim regelen? Ja, eigenlijk het volgende, Martin. We gaan opties verkopen op de AEX Index. Dat betekent dus dat je A, een optieaccount nodig hebt bij Maxim. En B, dat je ook een margin account nodig hebt bij Maxim. Nou, ik zeg tegen mensen vaak van, bel Maxim even op. En zeg dat je mijn systeem wil gaan volgen. Op het moment dat ze mijn naam horen, dan weten ze precies welk vinkje ze aan moeten kruisen. En dat betekent dat ze daar dan de juiste kruisjes op de juiste plaatsen zetten. En dat je dus een optieaccount hebt en een marginaccount. En dat betekent dus dat je ook opties op de AEX mag gaan verkopen. Dat is hetgene wat je bij Maxim moet gaan regelen. Om dat voor elkaar te boksen, om dit systeem dus te volgen. En Henk zegt, is dit ook mogelijk met een factor 2 deel te nemen? Klopt inderdaad, Henk.
Maar dan is het ook logisch dat je ook met dat je ook 20.000 euro moet reserveren voor dit systeem. Dat betekent trouwens ook niet dat je twee keer zoveel moet betalen, want het is zo dat je 25 euro ex-BTW betaalt voor factor 1. En voor elke volgende factor betaal je een bedrag van 20 euro in zijn totaliteit. Ik moet even goed zeggen, je betaalt 20 euro extra bovenop die 25 euro. Of je nu met factor 2 meedoet, of met factor 5 deelneemt, of met factor 10 deelneemt. Dus dat maakt eigenlijk niet meer uit. Daar betaal je dus per maand die 20 euro voor. Hoe hoog die factor ook is waar je aan mee wil, deel wil nemen. Het enige wat je daarmee moet doen, is dat je dat even aan Dennis Fransen aangeeft. Ik zeg het wel eens vaker, we hebben eigenlijk de combinatie zo gemaakt dat ik de leuke dingen van het leven doe, namelijk webinars doe. Ik heb klantencontact en ik mag de hele dag met de beurs bezig zijn. Dat vind ik leuk. En Dennis doet alles wat met offerten te maken heeft, facturering en ook de juiste aantallen aanvinken in het systeem. Natuurlijk ook je bankrekening moet je ook aan hem doorgeven, zodat hij dat ook in het systeem plaatst. Dus dat zijn de dingen die Dennis allemaal voor zijn rekening neemt en die je ook bij hem... je krijgt ook zijn telefoonnummer en dergelijke en WhatsApp en alles wat er verder aan kanalen zijn. Dus dat zijn de dingen die Dennis dan met je regelt. Dat is het antwoord op Henk inderdaad. En Stefan zegt, is na aanmelding een kwestie van een druk op de knop, zoals bij de 100%? Ja, Stefan, helemaal waar. Ik lieg er een heel klein beetje bij, want ik zeg altijd, met één druk op de knop kun je me volgen. Maar in wezen zijn het twee druk op de knop, maar dat heb je bij de 100% al meegekregen. Dus je krijgt een linkje via Telegram. Nou, op dat linkje er staat een, daar moet je op drukken. Dat is dus eigenlijk druk nummer 1. En vervolgens kom je in een vervolgscherm terecht. En in dat vervolgscherm staat aan de linkerkant een blokje transactie afwijzen. En aan de rechterkant staat een blokje transactie accepteren. Nou, het is natuurlijk hartstikke logisch dat je niet op dat linkerblokje drukt transactie afwijzen. Maar je drukt op het rechterblokje transactie accepteren. En op het moment dat je dus die tweede druk hebt gedaan, dus op die transactie accepteren, dan wordt die transactie automatisch uitgevoerd bij Maxim en ook bij Saxo Bank. Dus dat is inderdaad zo dat, dat op die manier, hè, met één druk op de knop, dat ook dit systeem te volgen is. En Henk zegt, de samenwerking bij de 100% is heel goed, wordt goed ondersteund. Dankjewel Dennis. Dankjewel Henk. Dennis en ik doen onze uiterste best daarvoor om mensen ook tevreden te hebben en te houden. En dat ze ook goed ondersteund worden als ze vragen hebben. Dat we hele korte lijntjes hebben om dat op die manier te doen. En Stefan zegt, helemaal goed, dankjewel, graag gedaan. En Rob zegt, is het ook mogelijk om met een vermogen dan minder 10k te werken? Bijvoorbeeld met 5k. Nee, helaas is dat niet mogelijk, Rob. En dat heeft niets te maken met mij, maar dat heeft te maken met Maxim als broker. En dat geldt trouwens voor elke broker. Elke broker die hanteert een marginverplichting op het moment dat je dit systeem wil volgen. En bij Maxim is het zo dat zij ongeveer tussen de 6300 euro, dus pak een beetje zo'n 6500 euro, rekenen aan marginverplichting. Dus ik zeg vaak, je hebt 10.000 euro nodig om dit systeem te volgen. Dat heb ik ook hier gezet. Je hebt dus eigenlijk wel in de praktijk net iets minder nodig, maar ook voor mij geldt. Vanmiddag gaan we maandje nummer 28 aan elkaar rijgen dat we winst hebben gemaakt, maar ook ik maak natuurlijk een keertje verlies. Op het moment dat je nou heel krap met je benodigd kapitaal gaat zitten, dat betekent ook dat je bij elke keer dat ik een keer verlies ga maken, dat je dan bij moet gaan storten. Dus dat wil ik niet. En ja, gemakshalve vind ik het ook makkelijker rekenen dat je gewoon 10.000 euro bij de broker hebt staan. Kan trouwens ook in aandelen. Hè? Dus jouw aandelenportefeuille kan ook als een buffer dienen om de margeverplichting te coveren. Maar met 5.000 euro kun je helaas niet meedoen. Hè? Je hebt net iets meer kapitaal nodig. En Jack zegt, als je het signaal niet ziet, wat gebeurt er dan? Nou Jack, je weet inmiddels zelf ook, hè, ik geef ruimschoots van tevoren aan wanneer ik een signaal ga verzenden. Dat doe ik meestal een dag van tevoren. 'S Ochtends geef ik het ook nog een keer aan dat ik bijvoorbeeld rond 12 uur of 1 uur een signaal ga verrichten. Dus het is bijna onmogelijk om dat niet te zien. Je krijgt dat signaal ook nog eens een keer in de WhatsApp groep. Je krijgt het nog eens een keer in de Telegram groep. Je krijgt het ook nog eens een keer per mail. Dus er zijn nogal wat communicatiemogelijkheden om het signaal te zien. Stel nu eens voor dat je het toch niet ziet. Waarschijnlijk kunnen een aantal mensen die hier in de deelnemer zijn dan ook al bevestigen
dat ik contact met je op ga nemen. En dan gaan we via AnyDesk of via TeamViewer gaan we zorgen dat die posities alsnog bij jou in de portefeuille komen. Trouwens, Maxim die heeft ook een uitstekende helpdesk, een telefonische helpdesk. En zij gaan zonder kosten ook die positie kunnen ze voor je innemen. Dus we zorgen er altijd voor dat je exact dezelfde posities hebt als ik zelf. Ik hoop dat dat ook een goed antwoord is. En aan jouw reactie te zien, top, is dat inderdaad ook het geval. Dus wat dat betreft, werd net al gezegd van de ondersteuning is goed. Zoals Henk dat ook zegt. Zo proberen wij dat ook te doen. Even kijken, Tom zegt, ik heb de ervaring dat als je je GSM bij je hebt, je de signalen makkelijk opvangt en snel kunt inzetten. Ja, dat is inderdaad het geval. Tom, dank je wel ook voor je positieve bijdrage. Dat is inderdaad ook makkelijk. Je drukt twee keer op je gsm-schermpje en de order was vanzelf uitgevoerd. Dat is een heel makkelijk iets en dat is een systeem waar we heel erg blij mee zijn. Fijn ook dat jij die ervaring wilt delen. Even kijken. En Dirk zegt, heel duidelijke en nuttige webinar. Ik schrok al even, heel onduidelijk webinar. Soms praat ik ook nog wel eens een keer veel, dus dat kan ook wel zo zijn. Maar dankjewel Dirk, heel duidelijk en nuttig webinar. Ik ga dat aan Peter ook melden. Want we gaan richting een eind, Peter, want ik zie dat de vragen een beetje opdrogen. En John zegt, dankjewel voor dit webinar. En Tom zegt, schorre stem, gisteren al geproost. Nee, ik ga 4 minuten ga ik proosten. Ik heb een hele vervelende hoest te pakken. En op het moment dat ik dat ga zeggen, dan komt hij ook 3 keer naar boven toe. Dus ik ga het maar verder niet meer over hebben. Nee, ik heb nog niet gepost, maar een beetje aan de ziekelijke kant. Maar dat betekent niet dat ik om 4 minuten niet lekker een glaasje wijn opentrek om mijn succesvolle maand weer daarvan te gaan genieten. Geen corona. Ik heb me gisteren getest met zo'n zelftest. Ik kreeg een mooi streepje van bij de C. Toen dacht ik, potverdorie, heb toch corona? Maar dat betekent, ik had even op internet nagezocht, dat ik dan juist geen corona heb. En dat is ook fijn dat ik dat niet heb. Leuk webinar, zegt Dimitri. Ook voor mensen met al enige ervaring. Nou, superleuk, Dimitri. En op het moment dat je wat meer wil gebruik maken van de systemen, dan ben je van harte welkom. Ik kan je van harte aanbevelen om ook eens een keer naar de website van Peter te gaan. Want ook een heel serieuze belegger. En je kunt ook bij traders vergelijken terecht. Ook als je wel wat ervaring hebt. En Tom zegt inderdaad, bedankt Peter. Weer wat geleerd. Ja, super. Ik ook. En die mensen zeggen, dat is zeker een optie. Ja, bij opties. Daar kunnen Peter en ik heel veel varianten op verzinnen. Maar dan betekent dat we hier om 1:15 of om 2:30 nog zijn. Dus dat gaat niet helemaal goed komen. En leuke, mooie resultaten. Dank Peter en Menko. We weten dat de boeken. En dat betekent ook, Henk, dat zowel Peter als ik zelf ook een stukje ervaring natuurlijk meebrengen. Dat betekent niet dat we weten wat de beurs vandaag gaat doen of morgen gaat doen. Ja, morgen is hij dicht, maar je snapt wat ik bedoel. In de loop van volgende week. Maar we hebben daar natuurlijk wel onze kennis en kunde inmiddels zodanig verfijnd dat we daar ook rendementen mee kunnen maken. Jeroen zegt, we kijken weer uit naar vanmiddag, Menko. Keep it coming. Ja, Jeroen, vanmiddag hebben we inderdaad ook dat KT afloopt. Leuk, en doe de groeten mee aan Els, aan je vrouw. En Gerber zegt, dankjewel, Menko en Peter. Super leuk dat je er ook bij was. Gerber en Stefan zegt, dankjewel heren voor deze duidelijke presentatie. Goed, Peter, mag ik het zo doen dat ik jou heel erg ga bedanken voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Alle deelnemers bedanken voor hun bijdrage. Als je ook KT gevolgd hebt, 4:01, proost dan gezellig even lekker virtueel met me mee. En dan gaan we de volgende augustus-serie ook proberen weer een mooie maand van te maken. En Paul zegt, het mooie is dat je toch elke keer vertrouwen geeft in de goede toekomstige resultaten. Nou, dat komt ook eigenlijk, Paul, vanwege dat adagium, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar die resultaten uit het verleden, die bieden mij juist wel een stukje houvast dat we op een juiste manier aan het beleggen zijn. Of die beurs nu omhoog gaat of omlaag gaat of zijwaarts beweegt. Ik vind het eigenlijk allemaal best. Op het moment dat ik die hele mooie bandbreedte creëer, dan maak ik me voorlopig nog even geen zorgen. En gaan we proberen ook volgende maand weer een mooie plus te draaien.
Peter, ook jou kan ik een heel goed weekend toewensen en heel veel succes met jouw beleggingen aankomende maand. En mag ik jou misschien ook uitnodigen dat we ook op de derde vrijdag van augustus, de optie-expiratiedatum, dan weer gezamenlijk dit webinar doen? Ja. Mooi, dan doen we dat. En dan staat hij. En nogmaals, ik wens iedereen een goed weekend. Graag tot de volgende keer. Met een weekend. Proost, hè? Doei. Oké, tot dan. Doei.